44 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren opnieuw samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en te voorkomen. Donderdag 30 november hebben zij hun handtekening gezet onder een taakakkoord Rivierenland 2018-2020. Om laaggeletterdheid aan te pakken en te zorgen dat iedereen digitaal vaardig is, is het belangrijk dat veel organisaties samenwerken, zoals scholen, bedrijven, kinderopvangcentra en gezondheidsorganisaties. Ook ouders spelen hierin een belangrijke rol.